Ik heb vorig jaar al met Han Papen afgesproken van goh, zullen wij een boekje uitbrengen. Hij vond het zelf ook een goed idee. En dus hebben wij, ik heb zo'n 200 columns heb ik geschreven. En dus hebben we, nou oké, okay, als we er nou eens 100 uitkiezen. Nou, dat zijn er iets van 95 à 100 geworden. Door de jaren heen. Die kunnen we dan mooi in zo'n boekje zetten. En dat is eigenlijk ter gelegenheid van mijn pensionering is dat uitgebracht. Verwacht u daar een hoge verkoop van? Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. Mensen zijn niet echt zulke lezers. Maar ik heb tegelijkertijd toch ook wel behoorlijk wat lezers gehad bij de Roskam. Die het leuk vonden om het te lezen. En daar is dan toch wel belangstelling voor. Ik heb altijd een economische rubriek geschreven. Dus het gaat over het economische reilen en zeilen in de maatschappij. Het gaat dus, zoals ik vandaag hier ook bij Zakelijk Almelo heb verteld, gaat het over ja, rijk worden. Hoe ga je met geld om? Hoe voed je je kinderen economisch op? Hoe ga je om met hypotheken? Maar ook heb ik wel geschreven over de grote economische ontwikkelingen. Over dat soort dingen schreef ik. Nou, de winst gaat gewoon naar de Roskam. Maar goed, oké, okay, er moet eerst natuurlijk nog maar winst komen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we de Roskam, ik ben ze erg dankbaar dat ze het boekje uitgebracht hebben. En ik denk niet dat ze er echt veel geld mee zullen verdienen. Laten we eerst maar eens kijken of we gewoon uit de kosten komen.